Lange Piet, la 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 la. Die lui achter me van die Justy Band, die zou meedansen en zingen, maar ze doen gekloten. Er zit helemaal geen beweging in. Hebben jullie nog wat te drinken, jongens? Bestel maar vast hoor, kom zo. Welkom bij aflevering 17 van Heinische. Ik ben blij mensen, het heerlijke avondje is gekomen. Maar twee vingers in de neus. Ik had het voorspeld, hè. En Che had gestrooid. Niet mijn pepernoten, maar mijn goals. Jordan Lasson, 1-0 met een intikketje. The winner takes it all. Dat is van Abba. Nou hebben we 6 keer gescoord. We zijn helemaal gelukkig. Alleen heb ik er geen klote van gezien met die mist. Tjonge, jongen, wat een mist, hè. Die trainer van hun, Gerard, was met een Noyerson vertrokken. Hij was niet bij de persconferentie. Hij zat al in de bus. Een slechte verliezer. En laat je club maar in de steek. Favoriete speulers. Langepiel, Lasson, de cardioloog, Hemlot en Dijkstra. De speulers kregen na afloop een pizzapunt in de kleedkamer. Veel te herstellen. De trainer was blij, die kreeg 3 punten. Dordrecht wel een hele pizza geven. Tegenstander Topos. Tja, wat kun je ervan zeggen? Het Frans Heese stadion. Hij bouwt mooie jachten. Pul van Organon. En Unox en Zwanenberg. Ze hebben ook nog Tim Koeman. Die ballenvanger. De zoon van Ronald Koeman. En ze hebben afgelopen vrijdag met 3-1 gewonnen van Eindhoven. Toch even link. Even opletten deur. Misschien is het glad en er is het niet gestrooid. Heb ik me toch wel ergens meegemaakt zaterdag. We zouden bij mijn schoonmoeder gaan eten. Wou ze de piepers uit de kelder gaan halen, is ze van de trap afgeflikkerd. Arm gebroken en een bloedneus. Wat hebben jullie toen gedaan? Eerste hulp zeker? Nee, we hebben Chinees gehaald. Voorspelling, ik denk wel dat we daar met 0-2, 0-3 winnen. En als kampioenswaardig, laten we dat zien. Je denkt, waar had die gek nou weer op zijn kop staan? Ik was op de Luzemert en liep ik tegen het hutje op. 2 kwertjes, man. Ik denk, dat lukt hem niet verliggen. Stek hier met mijn hele familie. Theo, Loesje, Arie, Marijke. En Nathanelle ook nog.